Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karine van Blonde Beauty Fashion. Hartstikke leuk dat je weer kijkt. Ik zat net een andere video te kijken. Toen dacht ik ineens, wacht, hier moet ik ook even opletten. Want YouTube heeft nieuw beleid. Ja, ik loop een beetje achter in de mail. Dus waarschijnlijk had ik het even niet scherp op het vizier. Maar ze hebben dus nieuw beleid dat zeg maar video's waarin jonge kinderen voorkomen, dat je daar geen comments meer onder kan plaatsen vanwege het pedofiele netwerk, echt te ranzig. Anyhow, ik moet dus even uitzoeken wat dat precies betekent. Waarschijnlijk tegen de tijd dat jullie het zien, is er alweer een plan B. Want ik neem aan dat er moet gewoon een, volgens mij is een soort van alternatieve route ook voor mensen die gewoon vlogs laten zien. En dat je gewoon zelf moet opletten dat je niet iets post waar pedofielen wat mee kunnen. Nou goed, anyhow, dus het kan zijn dat je geen comments kon plaatsen. Maar zeg maar, ik film dit natuurlijk in de toekomst, want ik loop achter vanwege dat ik het anders gewoon niet voor elkaar krijg. Dus nou, het kan dus zijn dat je dat de afgelopen tijd hebt gemerkt. Sorry dan daarvoor. Misschien heb ik het in de tussentijd al opgelost. Goed, goedemorgen. Het is weekend en dat betekent tijd voor een nieuwe vlog. Dit weekend, straks komt mijn beste vriendje met haar zoontje langs, gezellig. Ik ga zo nog even met de kids naar de supermarkt. Elin is echt stront verkouden. Ik ben ook wel een beetje verkouden, maar Elin is echt... Het was weer een leuke dag. En, goed, we gaan gewoon zo even naar de winkel toe. Morgen gaan mijn sporten niet door, dus ik ga even zelf sporten. Maar sowieso... probeer ik echt heel erg te trainen nog voor die buik en zo, maar goed. Morgen gaan we bij vrienden borrelen en eten, heel gezellig. En morgen de finale van Wie is de Mol. Oh. Als jullie dit zien is al lang bekend wie de mol is, maar ik ben nu nog heel benieuwd. En zondag hebben we volgens mij niks. Ik dacht misschien kunnen we wel even zwemmen of zo, maar ja, dat hangt even een beetje af van de spirit van alle bacillen hier. Ik heb heel iets in mijn oog zitten. Ik kan het gewoon niet vinden, maar... Het gevoel dat er wat zit. Goed, ik neem jullie weer mee dit weekend. Gezellig. Ik doe heel tegenwoordig vaak twee staartjes in. En dat doe ik omdat ze, zeker nu ze verkouden is, dan zit de hele tijd, ze heeft een enorm lang haar aan de voorkant. Aan de achterkant niet, maar gewoon dan is het normaal, zeg maar. Tenminste, normaal. Korter. Voorkant is heel lang, dus het zit de hele tijd zo in haar gezicht. Dat, ja, dat kriebelt. Ik bedoel, als ik verkouden ben, dan kriebelt dat ook in mijn gezicht. Dus, en daarbij staat het echt super cute. Dus ze heeft twee staartjes in. Wat resulteert in dat Niels ook steeds twee staartjes in wil. Nou zijn wij natuurlijk super genderneutraal. Maar ja, het is niet omdat hij een meisje wil zijn. Het is gewoon die twee staartjes. Nou ja, goed. Dus dat krijgt hij dan aan. Ik ga even wat aandoen. Niels aankleden, dan gaan we even naar de winkel. Goed zo, nou neem maar mee. En zachtjes doen, hè, want Elin slaapt. Ik neem dit boekje mee. Zachtjes op de gang. Ik heb even de flessen uitgekookt. Ik doe dat overigens niet heel vaak, maar ik heb nu toevallig een nieuwe fles gekocht. Deze. De Difrax White. Daar past namelijk 300, of tenminste in deze variant past 310 milliliter. En dat is wel heel fijn, want we willen nu eigenlijk die 11 uur flessen toch echt wel uit gaan halen. Oh, die bestaan een beetje. Die 11 uur flessen willen we er nu toch echt wel uit gaan halen, want ja, dat is gewoon, het is nu al tijd geworden. In principe had ze er al lang vanaf moeten zijn, maar ze was natuurlijk vrij slank en... ze is natuurlijk ziek geweest, dus we dachten het is wel even goed. Maar goed, nu willen we het wel gaan doen. Alleen dan willen we dus de fles van 7 uur, willen we echt wel een beetje opplussen. Want ze drinkt die 11 uur fles altijd nog helemaal leeg. Nou moet ze natuurlijk meer uit andere dingen gaan halen. Maar ja, dat is wel een heel erg cold turkey hier aan stoppen. Dus we dachten, dan gaan we deze fles, de fles van 7 uur meer vullen. Maar dat er past nu niet meer in. Daar is pas 2,50 in en hier 3,10. Dus dat is echt wel een verschil. Dan heb ik er grote spenen bij. Ik ga maar van die papfles spenen. Dus dan gaan we dat proberen. Kijken of dat werkt. En normaal gesproken, kijk, het is nu dat ze
ze is nu ook echt strontverkouden, dus nu kook ik even wat extra uit. Maar normaal gesproken koken wij hooguit één keer per week uit, maar meestal nog minder. Maar nu heb ik gewoon even de speentjes en alles even lekker in de dames gedaan. Wij eten zoete aardappelfrietjes. En hierin zit kip. En hierin broccoli. Even heeft net al een hapje op. Ja, die is gewoon moe, want die slaat gewoon niet. Dus die trekt het niet. Maar goed, nu blijft ze even wakker tot ze zo meteen om 7 uur flessen naar bed. En nu zit lekker te spelen. Nee, rollen. Rollen. Hoppa. En mij. En ik ga hem naar eieren. Ik ook mee, zie je dat? En ik ga hem denken naar eieren. Benen plat, hè, Niels? Anders gaat hij eronder door. Nou, Elin, rollen maar naar ons toe. Zo. Die was goed, hè? Eén, twee. Elin ligt graag zo. Ga jij op mijn plek zitten? Ja, maar dat moet ik ook. Omdat ik ga vertellen. Oh, wat ga je vertellen? Naar Terry. Ja. Over een kleding moeten gaan naar Oké. Goedemorgen, het is zaterdag. En wij zijn wakker. Normaal ga ik hier altijd sporten, maar dat gaat vandaag niet door. Dus ik ga. Mag ik ook nog deze Niels? Dus ik ga straks even lekker stuk wandelen met Eden. En Niels gaat natuurlijk wel sporten. En ik ga niet op. Mag ik ook even kijken? Ja, Niels gaat ook Lies ophalen, zijn vriendinnetje, want die gaat vandaag. Ze sporten altijd samen, maar nu kan de papa van Lies niet. Oh, dat ga jij vertellen. Oké. De mannen zijn aan het sporten en ik ga even appel eten en een bananenbroodje. En ondertussen, ik was gisteravond heb ik mijn vlog bewerkt, maar nog niet bijna. Ja, mijn haar daar niet af, had ik eigenlijk even af moeten maken. Want dan had hij meteen kunnen exporteren vannacht. Maar goed, dat heb ik niet gedaan. Dus dat ga ik nu doen. Ik kan hij straks exporteren en dan kan ik hem tijd online zetten voor morgen. Dus dat ga ik eventjes doen. En Eden ligt even te slapen. En straks gaan we even met z'n allen naar de Twijnstraat. Gaan we even een wijntje halen voor de vrienden waar we vanavond heen gaan. En ik moet even een kraamcadeautje hebben. Dus nou, dat even doen. Wat ik trouwens nog helemaal niet had gezegd, is dat we dus vannacht, gisteravond geen fles meer hebben gegeven om 11 uur. Wat we hebben gedaan is die extra grote fles gevuld met 7 schepjes opvolgmelk. Ze heeft altijd Hero 2. En dan nog wat van die fijne granen waar je ook pap mee kan maken. Iets van 2 of 3 eetlepels. Dat hebben we er gegeven, maar die... Op die fles zit een XL-speen en die gaat echt best wel rap. Ik bedoel, L gaat al hard, maar XL gaat echt wel hard. Dus daar moeten we nog even kijken hoe dat precies. En ze heeft hem ook lang niet helemaal op, maar toch heeft ze de hele nacht geslapen. Dat is niet helemaal waar. Ze is wel een keer wakker geworden, maar niet van honger. Het enige is dat ze dan eens eerder wakker wordt 's ochtends, want honger uiteraard. Dus ze was nu om 7:15 zo wakker. Normaal wordt ze om 7:45 wakker. Dus daar moeten we nog even kijken. Nou ja, hoe haar, de rest van haar dagritme wordt daar dan natuurlijk ook anders door. En dat wordt voor mij 's ochtends ook een uitdaging. Want dan ben ik dus normaal, slaapt zij dus tot ongeveer 7:45. Dus dan is Niels helemaal klaar en dan wordt zij wakker. Dus dat is voor mij heel makkelijk. Want ja, dan heb ik geen 6 handen nodig. En nu, als zij dus al wakker zou zijn, dan is het schema net wat anders. Dus ik denk dat ik gewoon iets eerder op ga staan. Dat ik in ieder geval, maar dat is dus weer lastig omdat Niels bij mij in bed kruipt 's ochtends. Dus ik moet daar nog even nieuws op vinden. Maar we gaan eerst maar eens dit weekend kijken hoe het gaat en wat dan precies haar ritme is. Maar ik ben al heel blij dat die fles, ja, het is wel heel dubbel, want voor mij hoeft die fles niet per se af. Omdat ik vond het helemaal niet erg om hem te geven om 11 uur. Ik vind het ook een heel knus momentje eigenlijk. En ik slaap toch niet voor 11 uur. Alleen, dan kreeg ze een fles te veel. En ja, dat schijnt dan toch niet onbedoeld te zijn. Dus, goed. Ik ga verder met bewerken. Ik zit nu al op 23 minuten, dus we moeten even kijken of dat helemaal de bedoeling is. Ja, onze party animal.
Oh. Wij lopen even in de Twijnstraat. Zullen een broodje halen. En we zoeken naar een cadeautje en zo nog een wijntje. Ik heb Eli weer even een staartje gedaan, die is net wakker. En we hebben er ook even schoentjes aan gedaan. Het is echt verschrikkelijk weer trouwens buiten. Die herrie die je hoort, het is gewoon keiharde regen. Echt, echt extreem. Het waait heel erg hard. Het regent heel, heel erg hard. Eén heeft dus schoentjes aan, deze van Zara. Die jurk is ook van Zara. Het lijkt nu een beetje een pantertje, maar ze kan het hebben. En deze fantastische staartje van haar. En Niels ga ik zo wakker maken. En we hebben iets langer laten slapen ook, omdat het waarschijnlijk misschien niet helemaal op tijd in bed is. Maar we gaan het eerst dan even Eden straks naar bed brengen als we maar thuis komen. En dan gaan we naar onze vrienden toe rijden. Het is nu 3:00. Het moet om 3:30 zijn. Misschien we zijn 5 minuten later. Want ja, hij moet nog even wakker worden. En dan gaan we het wiegje, zeg maar de co-sleeper, die hadden we van hem geleend. En die gaan we dus nu teruggeven. Ene zit even met de handtas. Het is mooi, hè? Hij speelt zo graag mee. Maar die gaan we dus teruggeven. En dan is het echt. Dan gaat ze echt niet meer van de kamer slapen. Ja, op vakantie of zo, maar niet gewoon. End of an era. End of an era. Oh my gosh, die staartjes. Het is nogal. Ik vind het nogal heel spannend om te maken. Omdat je moet best wel natuurlijk hard aan die kleine haartjes trekken. Om het allemaal een beetje voor elkaar te krijgen. Maar. Ze heeft dus, kijk, dit is allemaal haar voorkant. Haar is echt super lang. En kijk, hier aan de achterkant is het nog echt aan het groeien. Dus hier zitten wel lange plukken tussen. Maar en de matje is lang. Maar dat is echt niet. Maar hier hangt het gewoon echt. Maar aan de voorkant hangt het gewoon echt tot over de oor. Maar het zit ook in haar gezicht wat kriebelt. En als ze zo verkouden is het ook gewoon niet lekker. Dus dan doe ik het zo. Twee staartjes. En ze heeft van nature heeft ze een zijscheiding. En ze heeft hier een kruin, dus het is een beetje twee kanten op. Als het wat langer is, doe je dat natuurlijk iets makkelijker. Gewoon netjes kammen of zo. Maar ik ga dat nu niet doen. Ik pak het gewoon. En dan, van nature heeft ze dus hier een scheiding en hier een kruintje. Oh ja, ik heb mijn nagels even rood gelakt. Want ik had deze nagel was nogal erg ver afgebroken. Toen heb ik de rest ook maar even kort gemaakt. En dan vind ik het altijd wel leuk om eventjes rood is dus toen even een kleurtje, want normaal doe ik dat nooit, want dan mijn nagels te lang vind, vind ik het niet mooi staan bij mij. Dus nu heb ik ze even allemaal kort geknipt, ook wel praktisch. En dan heb ik een keertje rood, dit is van Essie, Russian Doll of zoiets, ik weet niet precies, het kan ook echt een heel andere naam zijn, in ieder geval van Essie, een beetje donkerrood, los. Dus. Zo, gaat de keer een in, gaat de keer. Bye. Oh nee, ik denk dat ja? Ja. Wij waren net bij vrienden, maar ik heb het dus helemaal niet gefilmd. Maar ja, dat is poep van die eentjes. Maar dat krijg je met allemaal kinderen en zo. Maar het was heel gezellig. En nu gaan we weer naar huis. Wij zitten lekker op de bank. Gaan we de finale van Wie is de Mol kijken. Was super gezellig, was vrienden. Ik ben ze volledig vergeten te filmen. Maar goed, dat gebeurt. En het was nog een prop, want we hebben het wiegje dus teruggebracht. Oh, sorry. Maar het past nauwelijks in de auto. We hadden niet uit elkaar gehaald, dus dat is wel een groot ding. Maar goed, nu gaan we lekker de finale kijken. Jazeker, voor het tweede jaar op een rij heb ik het poeltje gewonnen. Van Wie is de Mol? Ik heb by far natuurlijk niet de meeste punten van alle Wie is de Mol, die mensen die met de Wie is de Mol meespelen. Maar in mijn poeltje heb ik gewoon gewonnen. Nou, dat is toch geweldig. Ik kan weer jaren opteren. Nee, dus ik ben helemaal content. Dan moet ik zeggen dat ik niet per se op de Mol zat. Maar dat mijn stem vooral strategisch was. Maar ik moet ook zeggen
dat ik de laatste week toch weer een beetje begon te twijfelen. Want ik dacht, nou, het zou toch zomaar kunnen dat diegene het wel is. Ik zal het niet zeggen, want misschien spoiler alert, misschien ben je op vakantie en heb ik het nog niet gezien. Dus top. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik ga nu nog een beetje zeppen en dan lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zondag. En op zich weer een goede nacht gehad. Maar we hebben hem wel om 11:30 of zo. Toch nog een klein flesje gegeven. Want ze had die fles van 7 uur niet helemaal op. En had ze maar toch gewoon honger. Het is echt, het is code geel. Het regent pijpensteden. Dus ik denk dat we gewoon een pyjama dagje gaan doen. In Niels kast kijken of ik hem dan een jongboek aan of hem gewoon in zijn pyjama laat. Daar ga ik wel over nadenken. Asjes zitten erin. Lekker ontbijten. Misschien even gaan sporten. Binnen. Dat wel. Zo. Maar als ik weer gevallen heb. Dat het weer mee viel. Best wel te slapen. En we zitten in de meldkamer. Ja. Dat is hier mooi. Huh? Dit is in battle modus. Met het water, hè, meet eens. Wat is jouw camera shy? Wat is jouw camera shy? Ze was er echt heel druk mee bezig. Dus ik dacht, ik ga even snel de camera pakken. Maar wat is camera shy? Ja. Yeah. De mannen zijn even samen douchen en ik ben eventjes een beetje aan het opruimen. Ik heb net iets gedaan. Ik weet nog niet of ik het leuk vind, maar we hebben hier een hoekje. Nou goed, we hebben hier een hoekje. En hier zetten we altijd gewoon verjaardagskaarten zo neer. Dus hier stonden de kaarten van Sven, maar ik dacht ik ga het even weer opruimen. En dan heb ik hier gewoon even wat random. Deze staan hier altijd wel een beetje, gewoon wat lieve kaartjes. Maar ik heb nu ook het geboortekaartje van Niels. En dat van Edin en onze trouwuitnodiging en nog een tekening die een vriendinnetje van mij voor ons heeft gemaakt. Ik dacht, ja, het is misschien ook wel gezellig een keertje. Maar goed, ik weet nog niet of ik het leuk vind of hysterisch. Maar ik zet het even zo neer. En dan zag ik nog een leuke hack. Dus die ga ik even toepassen. Dat is namelijk, want je hebt altijd zeg maar slabbetjes en dat stoeltje. Waar laat je die slabbetjes? Toen zei zag ik ergens op internet, zei iemand, de tip om van die gewoon zo'n plakhaakje hier te plakken. En dan kan je ze gewoon daar aanhangen. Nou, dat vond ik voor zich geniaal, dus dat ga ik doen. Kijken of dat werkt. Ik heb nu toevallig deze had ik nog liggen, dus ik ga het gewoon eens proberen. Ik heb net even vet vrijgemaakt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze zo gehangen, want zeg maar dit is te breed voor je onder en ik vind het wel mooi dat het haakje een beetje verstopt zit. Maar goed, toch beter. Nou, kijk hoe lang dit leuk is. En dit is trouwens het haakje, de plut van IKEA. Super grappig, dit stuurde mijn oma op. Dit zijn mijn broertje en ik. Dat ben ik dan, hè? En dit is mijn broertje. En dat is grappig, want dan zie ik dus ineens Niels ook in mij. Dus wel een betere look, maar toch ook. Even naar Niels toe. Heel goed. Dat is nog een koek. Nog een koek. Nou, welke gaan we nu maken? Vogels. Oké. 1, 2, 3. Dit is de 3, hè? Ja. 3. Heel goed. Kijken of je past. Koek. Hoppa. Koekje. Koekje, klaar. Nee, kijk maar. Oh, we moeten er nog een paar. Welke gaan we doen? De apen? Ja.
1, 2, 3, 4. Heel dus goed. Dit is de 4. Ja. 4. 4. Koek. Koek af. Nee, kijk. Oh, moet er op haar. Welke zullen we doen? Goede moeder, als ik ben ik een Efteling masker van een wolf aan het maken voor Niels van de Albert Heijn. Mijn hemel, die heeft dit ontwerp bedacht, ik weet het niet. Het is verschrikkelijk. Maar goed, ik moet nu nog twee tanden erop plakken en dan is hij klaar. Het is niet mijn masterpiece, maar goed, het is een... Nou, ik weet niet wie dit ontwerp heeft gemaakt, laat ik het daarop aan. Voor zeg maar kleine kinderen, kijk, ik wil het gewoon even snel doen als moeder. Maar zeg maar, ik zou dit hem nooit moeten laten doen, het wordt één groot drama. Dus nou ja, goed. En ik neem aan dat ik een kind van 8 die dit wel goed zou kunnen, misschien niet heel erg leuk vindt om het op zijn hoofd te zetten. Maar bijna af. Dus wel eens in de emotie. Oh, life is hard. Uien. Lekkere biologische uien, dat helpt. Volgens mij een van de redenen ga je er veel erger van tranen, van biologische uien. We zijn trouwens wel heel even naar buiten geweest, maar het is echt... We zijn tussen de buien door, maar we zijn niet droog teruggekomen. Dan zijn we heel even naar buiten geweest, maar het is echt zo'n hondenweer dat we gewoon een beetje een bouwdag hebben. Vind je mooi? Ja. Zo hé. Wat een grote boze wolf. Gelukkig is hij mooi. Hij is even zo zelf ontbonden. Goedemorgen, het is maandag en ik heb helemaal niet meer gefilmd gisteren. Ik weet niet waarom, ik ben het gewoon vergeten. Ik ben net even naar de berg geweest. Ik heb wintersportspullen eventjes bekeken en heel veel... Even dingen in de was gegooid, want die liggen gewoon al 4 jaar in ieder geval mijn spullen. Die liggen al 4 of 5 jaar in de berging. Want toen ik zwanger was van Niels ben ik niet geweest en daarna ben ik ook niet meer geweest. Dus weet je, dat is eventjes lekker misschien wel om even in de was te gooien. Het is natuurlijk gewassen in de berging gegaan, maar ja, weet je, na 4 jaar dacht ik dat even wassen. Dus net heel veel dingen gewassen. Ik heb hier ook mijn helm en handschoenen die ik nog even moet passen. En goggles. Nou, die pas ik sowieso nog wel. Dit zijn mijn handschoenen. Ik heb volgens mij twee paarden. Volgens mij witte. Die passen denk ik wel iets beter bij mijn jas. Maar volgens mij vind ik deze lekkerder zitten. Maar goed, dat is luxe. Ik heb in ieder geval handschoenen. Dit past ik niet. Mijn handen zijn niet gevoeld. En ook van Sven heb ik eventjes zijn spulletjes gehaald. Dat we het in ieder geval even gezien hebben. En... Swensen goggles zijn kwijt, dus die moeten we nog steeds zoeken. We hebben ze laatst wel een keer gezocht, maar konden ze toen niet vinden. Dus als we ze nu weer... Ik heb eigenlijk altijd een zonnebril op, tenzij sneeuw. Maar Sven heeft eigenlijk altijd zijn goggles op. Eigenlijk altijd. Volgens mij heeft hij alleen maar een zonnebril op het terras. Dus het is wel even belangrijk dat we die vinden. Maar goed, dat moet hij zelf maar doen, want ik zie ze in ieder geval niet in de berging. En nu ga ik even lunch maken. Ik zal eens kijken. Het is trouwens al 12 uur. Ik denk dat het van Pick-up Limes was dat ik had bedacht. Want ik heb staan sandwich met hummus, komkommer, avocado, olijven en paprika. Maar goed, dat kan ik zelf wel verzinnen hoe dat ongeveer dan moet. Dus dat ga ik lekker maken. En dan maak ik meteen ook een dosis voor. Morgen. Nou, dan heb ik dus onderin heb ik het brood zitten met de hummus en de rauwkost. En in dit bakje heb ik olijven zitten. Beetje weinig. Past er zo leuk in. En dan pak ik deze twee. Heb ik gisteren gemaakt. Dit is van Liesel Jane. Dit is een hoe heet dat ding? Ik weet niet meer hoe het heet, maar het is met
rauw cacaopoeder. Er zit wat zo'n proteïnepoedertje in. Havermout, meel, havermeel, zeg maar, volkorenhavermeel. Het is echt super simpel en heel lekker. En wat ik, dit is ook heel lekker trouwens met pindakaas. En wat ik ook vaak hierin doe, is dus pindakaas. Maar goed, dat gaan we nu niet doen. En in de andere kant van mijn bakje doe ik dan dit. Dit zijn energy balls en deze zijn van... Nou, je hebt heel veel van die energy balls. Ja, dit is even geen balletje, maar omdat het niet meer in paste. Maar die... daar heb je heel veel recepten van. Maar deze is met... oh, dit weet ik trouwens uit mijn hoofd wat hier allemaal in zit. Dit is 100 gram amandelen, 200 gram dadels. Echt met Joule dadels. Doe je allemaal in de blender. Ik zou eerst de amandelen doen. Dan de dadels erbij en de rest. Volgens mij is het 1 eetlepel kokosolie, 2 eetlepels amandelboter en een snufje zout en 2 eetlepels rauw cacaopoeder. Dus ja, timing, dat de broodje kwam uit rozen. Dat zit erin, dat doe je in een blender, rol je tot balletjes en klaar. Dat is echt heel makkelijk. Deze is iets meer werk natuurlijk. Maar ik doe ook bijvoorbeeld vaak bananenbrood in een muffinvorm of nou, verzin het. Broodjes. Oh, ze zijn het zo lekker op een behagelijke stand gezet, zie ik. Oh, ik vind dit geroosterd brood met boter en lactosevrije kaas vind ik ook echt... Oh, dus dat. Ik ga lekker lunchen en zometeen ga ik een beetje kijken naar mijn financiën. Gewoon even boel een beetje in kaart brengen. Waar kan ik op besparen, waar niet. Gewoon even aan het werk. En ja, dat ga ik doen. Ik vond echt nog iets heel grappigs. Ik was even aan het opruimen. En vond ik een boekje van een vakantie met mijn ouders. Toen Niels nog iets kleiner was. Kijk nou toch eens. Kleine poepenkoes nog. Zo leuk. Echt zo schattig. Kijk. Zo schattig. En dan wil ik je weer heel erg bedanken voor deze vlog. Volgens mij als jullie deze vlog zien zijn wij al op vakantie. Dus daar komt uiteraard ook een vlog van. Maar het is voor mij een heerlijk vooruitzicht. En, maar volgens mij de volgende week ben ik nog niet op vakantie. Dan zijn we gewoon thuis. En dan zien jullie me sowieso weer. Ik hoop dat je het weer leuk vond te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog als je de video leuk vond. En ik zie je heel graag volgende week. Doeg!